Doelmatigheid is een belangrijk onderdeel in de opleiding van AJOS. Als opleider kun je veel betekenen om dat doelmatigheidsbewustzijn aan te wakkeren. KNO-arts Jan-Wouter Brunings besteedt daar dan ook vanaf dag 1 aandacht aan. Jan-Wouter, hoe pak je dat aan? Nou, ik vertel de AJOS nooit wat ze moeten doen. Wat ik graag zou zien is dat ze zelf hun behandeltraject vormgeven. En de weg daarheen stel ik eigenlijk alleen maar waarom-vragen. Waarom? Ja, leuk. Ik wil dat de assistenten zelf nadenken hoe ze tot hun plan komen. Dus welke onderzoeken zijn er nodig om tot een diagnose te komen en tot een behandelplan te komen. Je gooit ze in de diepe. Ja, meteen vanaf het begin, zonder zwembandjes. Tough love. Ja, wij zeggen altijd, je moet heel even door het eerste jaartje Brunings heen. Is dat voor AJOS niet vreselijk eng? Ja, dat is eng. Je moet durven de beslissing te nemen om dingen niet te doen. Je moet richtlijnen volgen, maar je moet ook durven buiten de richtlijnen te denken om zo tot effectieve of efficiënte geneeskunde te komen. Ik ben er altijd bij, als supervisor, om de eindverantwoordelijkheid te nemen. Dat geeft hopelijk de veiligheid voor de AJOS. Ik ben in de tropen geweest, daar heb ik gewerkt als arts. En daar leer je met heel weinig middelen toch zorg te verlenen. Een klein stukje hechtdraad wordt hier weggegooid, maar daar heeft het nog heel veel waarde. State of mind, is dat een belangrijk begrip voor je? Ja, ofwel boerenverstand. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, een kind is opgenomen vanwege zijn nabloeding na een amandeloperatie. De volgende dag zit hij kiplekker stuiterend van de energie in zijn bed. En we zouden hem niet naar huis laten gaan voordat we bloed hebben geprikt. We gaan helemaal niks met die bloedwaarde doen. Dat is echt niet effectief. Tja. En wat is een beter niet doen gesprek? Dat is aan de patiënt uitleggen dat je bepaald beleid niet doet, ondanks dat de richtlijn het wel voorschrijft. Bijvoorbeeld in mijn vak een asymmetrisch gehoorverlies. Dan zou er bijvoorbeeld een heel klein tumortje kunnen zitten op de gehoorzenuw. Daar kom je alleen maar achter door een MRI-scan te maken. Als iemand al heel oud is, is de vraag of die scan überhaupt wel waarde heeft. Ondanks dat de richtlijn zegt, bij een asymmetrie moet je een MRI-scan maken. Maar hoe leer je AJOS om zo'n gesprek te voeren? Je moet de AJOS leren vasthoudend te zijn. Ze moeten durven de beslissing te nemen om iets niet te doen. Als je dat aan de patiënt goed uitlegt, in een vorm van shared decision making, dan kan een patiënt vaak heel goed zelf kiezen wat goed is. Kortom, is iets echt nodig of gebeurt het nu eenmaal zo? Door buiten de gebaande paden durven te treden of door iets niet te doen, werken specialisten en AJOS samen aan een meer doelmatige zorg voor de toekomst.